Ja, dames en heren, ze zeggen wel eens, hoe ouder, hoe gekker. Nou, dat valt mee. Dat valt mee, hoor ik hier. Maar nee, dat valt niet mee, want Nico is 85 en zijn wens is om een keer uit het vliegtuig te springen. Ja. Nou, wilt u meemaken of het allemaal goed gaat vandaag? Blijf dan zeker even kijken. Eén keer dat je mee kan maken. Moestrecht, waar de Brabantse grond de Zeeuwse klei kust. We kregen namelijk een berichtje van Gina. Die is hier aan het lopen. Gina die heeft 2 keer borstkanker gehad. En die gaat september de Mont Ventoux. Je weet wel, die verschrikkelijke berg in Frankrijk, die gaat zij opwandelen. Dat doet zij met een heleboel lotgenoten eigenlijk. En als het goed is, zijn ze vanochtend vroeg al begonnen. En zijn ze hier nu even een kleine pauze aan het houden. Goedemorgen. Dit moeten de fanatieke wandelaars zijn. Jullie zijn met z'n allen aan het trainen. Ja, klopt. Half september de Mont Ventoux. 17 september gaan we de Mont Ventoux op. Waarom precies? Wij zijn met een groep met kanker- en ex-kankerpatiënten. Wij hebben ieder ons eigen verhaal. En ieder heeft zijn eigen verhaal of reden waarom wij dus die berg op willen klimmen. Ik persoonlijk heb dus 2 keer borstkanker gehad. Na 27 jaar was het teruggekomen en ik heb zoiets, ik wil iets verwerken of iets, een uitdaging wat ik af kan sluiten. Ik moet die top halen om het de plek te geven, om het te verwerken, om het achter te laten. Het is echt een uitdaging. Ja, dat is mijn doel, om dat dan te halen. Je gaat er pas al lekker in zitten. Het gaat goed, hè? Ja? Ja, prima. Elke week zo? 2-3 keer per week, ja. Ja. Ja, het moet hè, anders komen we niet boven. Ben je er een beetje zenuwachtig over? Of, Nou, meer voor dit ben ik zenuwachtig. Oh, ja? Bas, jij bent bijna elke week met deze club vrouwen op pad? Bijna elke week, ja. Ja, bijna elke week als bijna enigste mannelijke lid van de vrouwenclub, zeg maar. Ik hoor er bijna, bij. Bijna dan. En jij gaat hem ook lopen straks, half september? Ja. Waarom dacht je van, nou, dat moet ik doen, dat wil ik? Ik wilde een doel hebben. Ik was na kanker was ik vrij doelloos, voelde ik me. En nu heb ik een... Ik vond het fijn om een doel te hebben om naartoe te werken. En ook voor jezelf een periode af te sluiten. En om mezelf ook weer eens een keer trots te kunnen maken. Niet alleen mezelf, ook andere mensen om me heen. Om dat gevoel van, ja, zie je wel, ik kan toch nog, ik kan dit nog, ik kan nog, ik kan dit halen. Bossenhoofd. Er wordt hier een kinderstoeltje bij gezet. Ja, dat klopt. Dat is niet voor niets, denk ik. Nee, ja, dat klopt, ja. Ik heb inderdaad vandaag aan de groep bekendgemaakt dat ik zwanger ben. Ah, wat mooi. Dus, yes! Gefeliciteerd! Ja. Wil jij deze toppers nou steunen? Kijk dan even op onze Facebookpagina, daar staat de link. Goed gedaan! Kijk, hier is Melvin. Hallo. We lopen hier even stiekem de werft op bij mensen die we helemaal niet kennen. Yes. Zullen we kijken of we de eigenaar kunnen vinden? Hallo? Zullen ze gewoon heel brutaal binnenstappen? Ik hoop dat we welkom zijn. Goedendag. Hallo? Hi. Sorry dat ik zo brutaal binnenval, maar wij zijn van Brabants Buske. Ja. En wij zagen... Oké, vertel, ja. Wij zijn van Brabants Buske en wij zagen hier die auto staan. Met die Brabant kleuren.
Ja. Van wie is die? Die is van mijn zoon. Is die thuis? Ik denk het niet. Peter, kom jij eens even vertellen over die auto van Bruno? Van de Brabant kleuren. Wij zijn van Brabants Buske. Ja, dat zijn we. Goedemorgen. Goedemorgen. Sorry dat wij zo brutaal binnenkomen vallen. Nee, maar dat geeft niet. Wij dachten Brabants gezelligheid. Ja, die jongens hebben die wagen opgepimpt en die gaan daar een tour mee doen door Europa. Hey, want het ding is hier, Omroep Brabant. Brabants Buske. Het Brabants Buske. En die willen jullie gaan interviewen en gaan filmen met jullie in auto, want die zagen die staan met die Brabantse tenten. Hallo, hier Hanne Loren Struis van het Brabants Buske. Hoi, goeiedag. Hoi, we hebben hier schone wagen. Ja, hij is mooi, hè? Ja, ik loop er even naartoe hoor, want daar hebben we ook gelijk achter in beeld. Ik heb gehoord dat jullie hiermee gaan toeren. Ja, dat klopt, ja. Waar gaan jullie allemaal naartoe? Nou, er was een garage naar Montenegro, maar die gaat helaas niet meer door. Dus nou we moeten volgend jaar weer even kijken waar we naartoe gaan. Ah, de reis gaat niet meer door vanwege corona. Ja, klopt. Hey, jullie hebben die auto helemaal opgeknapt. Wat hebben jullie er allemaal gedaan? Nou, we zijn begonnen met kijken of die motor is natuurlijk wel helemaal klopt, hè. Nou, ja. Dat was gelukkig wel zo. En vervolgens hebben we onder de auto eigenlijk het uitlaatsysteem een beetje aangepast. Ja. Zodat we hem kunnen schakelen naar een open pijp. Maar als we op snabber rijden, kunnen we hem natuurlijk weer dichtzetten voor de rust. En ik zie hier, de muziek die is ook verzorgd. Ja, klopt. Er zit gewoon een nieuw radiootje in met Bluetooth. En op de sloop hebben we eigenlijk overal pionierboxjes geschakeld. Ja, maar dit is toch gewoon een hele dikke woofer, of ben ik nou gek? Ja, nee, die zit er ook in, dat klopt. voor de bas een dikke subwoofer. Hier, we natuurlijk wel een feestje kunnen bouwen in de wagen, hè? Zo is dat. Hey, fijn dat je ons toch nog eventjes te woord kon staan. En dat we even een kijkje hebben kunnen nemen in die stikmooie wagen. Ik hoop dat het binnenkort nog een keer doorgaat, dat reisje naar Montenegro. Ja, dat hoop ik ook. En als je een keertje langs zou willen zien rijden, dan moet je maar even laten weten. Dan kunnen we dat al regelen, hè? Ja. Ja, stuur ons een berichtje. Dan rijden we een keer samen mee. Dat is goed. Zal ik doen. Ja? Kijk ja, zelf. Brabantsbusket@omroepbrabant.nl. Je kunt het ook vinden op Facebook en Instagram. Dus kijk aan. Dan gaan we gewoon een keer een toertje maken. Ja, vind ik leuk. Gaan we doen. Stik gezellig. Even bedankt aan Bruno dat jij van de lijn wilde komen. Geen probleem hoor. En werk ze nog. Joe, dank je. Houdoe. Ik vind dat wij het weer goed voor elkaar hebben zo. Bakje koffie gekregen. Uitzicht over de Brabantse Wal. Daarachter ligt de haven van Antwerpen. Maar ik zie dat jij het nogal druk hebt. Het stroomt allemaal binnen hier zo. Stikdruk heb ik het. Zo ziet het er ook uit. Ja. We kregen een mailtje van Andy. Andy die schrijft dat ze in Baarle-Nassau voor de vierde keer bezig zijn met de wielerzesdaagse. Vandaag is de allerlaatste dag. Heel veel plezier. Het ziet er ontzettend gezellig uit. Fietsen nog eventjes. Frans die heeft ons ook een mailtje gestuurd. Want hij is eigenlijk heel erg trots op zijn dochter Marloes. Marloes heeft namelijk fietsen geregeld voor de cliënten van Amarant. Die fietsen heel erg graag, maar ze hadden helemaal geen fiets. Het is een soort tandemfiets. Waarmee ze dan dus samen op pad kon kunnen. Dus Marloes, de hadden stik goed gedaan. Dus door Rijsbergen zien we allemaal van die tandempjes rijden. Dat is toch leuk, hè? Ja, dat is mooi. Samen fietsen. Lekker samen fietsen. En we kregen een mailtje van Petra. Want Petra die wilde haar vriendin Sjan verrassen. Sjan die is jarig. Hiep, hiep. Hoera! Hoera! Sjan is 59 geworden. Gefeliciteerd, Sjan. Neemt er eentje. Op een verjaardag, hè? Ja. Doen wij dat ook vanavond op jouw verjaardag. Weer een reden. Die hebben we niet nodig. Nee, dat is waar. Kom maar achterin, mij is het toe bevallen, dan kom er maar weer. Het is niet groot, maar wel lekker. Nou. Ja? Ja, maar dat is ideaal, want u heeft hier, pak je zo, die zon die zit, staat erop. Ja, de zon komt daarop en die gaat zo de hele dag rond. Dat is belangrijk voor de moestuin, wel. Ja? Ja, dat is heel belangrijk, ja, inderdaad. Dit zijn de erten? Nee, peulen. Peulen, dat bedoel ik, ja, peulen. Peulen, nee. Ja, dat is heel lekker. Alleen, het probleem is, je kunt niet iedere dag peulen eten. Nee. Dus ja, dan wordt het hier en daar toch een beetje weggegeven. Hè? Maar dat hoort ook bij de moestuin, hè? Ik veel weggeven. Wel. Ja, ik vind van wel. Ja. Oh, je heeft ze wel flink van geoogst, zie ik al. Ja, tuurlijk. Je kent ze, hè? Ja, ik ken ze zeker. En mini-komkommers. Ah, leuk zeg. Maar dan eten we ook heel gezond. Er valt een stilte. Rond en gezond. Dankjewel hoor. Ik zie dat er hier nog plek is, dus er moet nog wel geboerd worden. Ja, maar vandaar dus dat je dat ding in je handen hebt.
is geen verrassing meer, dames en heren. De brouwbuskenschep voor u. Oh, geweldig. Nou, die zullen we met plezier gebruiken. En ik denk mijn vrouw ook vaak. Nou, Melvin, wij zijn op Breda International Airport, heet het officieel. Maar in de volksmond heet het gewoon Vliegveld Seppel, want zo noemen wij dat hier. En ik denk dat daar Nico aankomt. Nico is 85 en zijn grote wens is om ooit een keer uit een vliegtuig te springen. Jawel, dat gaat vandaag gebeuren. Ik denk dat dat hem is. Is dit Nico? De waaghals? Dat zal wel, ja. Ja, wij kregen een berichtje van jouw dochter. Ja, dat is leuk. Ons pa die is stikgek, want die wil uit de vliegtuig springen. Oh, daar heb ik al die jaren op gewacht. Eindelijk is het gekomen. U springt dan wel uit het vliegtuig, hè? Nou, dat is toch heerlijk? Ja? Ja, dat is een sensatie. Maar u zoekt graag wel een beetje de spanning op dan, begrijp ik? Ja, een sensatie. Ja, waar zit dat in? Dat zit gewoon in u? Oh, dat zit bij mij al een hele tijd in. Nou, ik ben nog jonger en je wil dat. Wat dacht jij toen jullie pa je mee aan kwam zetten? Ja, eerst in eerste instantie had ik mijn twijfels. Ik denk, nee, doe maar niet. Nee. Uitstellen. Maar hij zegt, dat is mijn wens. Dus breng die in vervulling. Dus naar aanleiding daarvan heb ik maar gelijk geboekt. Ja. En zijn we hier terechtgekomen. Ja. En nou glundert hij gewoon, want hij staat te popelen om in de vliegtuig te gaan. Ja. Nico, hoe was dat? Nou, dat was een mooie sensatie, maar ik hoor niks meer. U bent hartstikke doof geworden. Ja, maar ik zou nog een keertje willen meemaken. Oh, één keer was toch niet genoeg? Heerlijk. Ja? Oh, wat een uitzicht. Ja. Ongelooflijk. En de landing ging ook helemaal soepel, hè? Want die loopt nog helemaal goed. Hij heeft een goede instructeur. Volgende week weer. Ik hoop het. Ik zou daar kunnen mevrouw geven, cadeau. Ja. Dankjewel. De dag is werkelijk omgevlogen. We konden alleen helaas niet overal zijn, hè, Roxanne? Nee, helaas. Ja, de hele familie Brouwers heeft ons gemaild. Dat was heel schattig. Opa en oma Brouwers zijn namelijk 60 jaar getrouwd vandaag. Ongelooflijk. Alleen Gils hebben we helaas niet meer gehaald. Dat is niet gelukt. Maar vanuit hier, hartelijk gefeliciteerd en maak er een mooi feestje van. En tegen jullie zeg ik tot volgende week, want dan zijn we er gewoon weer. Houdoe, hè? Houdoe!